diep geworteld onze herkomst onderzocht, deel 3. We zijn gebleven bij de ballingschappen. Na het ballingschapstijdperk waarin Israël weigerde om Gods bevelen uit te voeren, moesten zij weg, nadat zij eerst gescheurd waren in 2 rijken. Wat doet het huis van Israël, het noordelijke rijk? Zij gaat door in haar boosheid, van kracht tot kracht, totdat God de uiteindelijke vloek van verbanning in werking laat treden. Het huis van Omri heeft een van Israëls meest boze koningen voortgebracht, namelijk koning Omri, wiens naam u in de geschiedenis nog herhaaldelijk tegen zult komen. Niet omdat deze zo goed was, maar om zijn boosheid. En het volk van Omri was berucht om haar boosheid. En wat gebeurt dan later met Juda en Benjamin? Precies hetzelfde, of nog erger zelfs. En God was verplicht om ook hen in ballingschap naar Babel te laten gaan. Wat gebeurde in de geschiedenis? Israël verdwijnt uit de geschiedenis. Weg is Israël als in een wolk van mist verdwenen. En op dat ogenblik tasten de geschiedkundigen ernstig mis in hun onderzoekingen. Waarom is Israël verdwenen? Israël heeft tijdens zijn ballingschappen geen Hebreeuws gesproken. Bedenk dat de Bijbelse termen geschreven zijn in het Hebreeuws. Maar Israëls taal was de Fenicische taal. Hebreeuws is een latere uitvloeiing. Rond de tijd van Jezus was deze taal ontwikkeld door degenen die in Babylonië gevangen zaten. Of gevangen hebben gezeten. Onze Bijbelvertaling kunnen we terugvoeren naar de Hebreeuws en Aramees in de tijd van Christus en daarna. De Hebreeuwse taal heeft niet bestaan onder Israël, maar onder de Fenicius. Zo raakten zij uit het zicht. Hun buren kenden hen immers onder al eerder genoemde namen. Tot zover hebben we gesproken over Gods zaadlijn door Heber, Abraham, door Sarai, Isaac en Jacob. Dit was voor de ballingschap. En dit is erg belangrijk. Waarheen zijn deze Israëlieten verstrooid? Behalve hun wegvoering naar Assyrië en Babylon, moeten wij weten dat de Syrische bedreiging onder Tiglath-Pileser in 745 voor Christus niet plaatsvond in een ondoordachte overrompeling. Van 745 en de volgende 25 jaar waren de Assyriërs een constante bedreiging voor Israël. Pas in 721, het jaar voor Christus, zou de opvolger van Tiglath-Pileser, Salmanasser en later Sargon II, die Israël in een totaliteit in ballingschap wegvoeren naar Assyrië. Wat is er gebeurd na die geweldige Assyrische bedreiging? Een macht die door God is opgewekt tegen Israël. Een grote groep Israëlieten die in Palestina woonden, koos het hazenpad naar het westen. Zij zagen de oorlog aankomen en zijn gevlucht. En tijdens deze vluchtperiode vindt men in Italië 2 Hebreeuwse stammen, Etrusken en de Ombriërs. Zij vestigden zich als Hebreeën in Italië. Dit was de Israël-trek. Een grote groep trok naar het noorden van Spanje, want in het zuiden woonden reeds Javetieten. En in het noorden rondom de Iberenrivier treft men een groep Israëlitische Hebreërs aan. Dan Griekenland. We weten dat de hedendaagse Grieken niet dezelfde zijn als die van vroeger. Want die van vandaag bestaan hoofdzakelijk uit donkere mensen. Griekenland had in dezelfde tijd als Israël een groot aanzien. Hun geschiedenis kan men terugvoeren tot de Danieten, de stam van Dan. In het Fenicisch kan men de letters D en T omwisselen en komt de naam van Trojanen voor de dag. Hun oorspronkelijke stamvader was Helen, wat volgens de Griekse overlevering niemand anders was dan Sem. Griekenland is dan ook tot een val gekomen
En dit gebeurde in het jaar 1001 voor Christus, ongeveer op hetzelfde moment dat Israël ten onder ging. Laten we eens bij Griekenland stilstaan. Wat is er met dan gebeurd? De eerste stam op zijn trektocht door Europa. Dan en de stam Simeon zaten in het zuidwesten van Palestina tegen de kust aan en ten noorden van een lag Juda en Benjamin. Die Danieten en Sidoniërs waren afgesneden van de rest van hun stamgenoten. Men kan lezen in richting 18, kort nadat deze streek was toegewezen aan Dan, heeft hij in ongeduld geraakt. En hij is een ander stuk land gaan zoeken om daar te wonen. En zo zien wij dat hij naar Sidon is gegaan. En daarvoor zichzelf een nieuw tehuis heeft gemaakt. Dat werd nog eens steeds gezien als Fenicië in de plaats Lats. Ze zitten nog steeds tegen de kust, maar meer noordwaarts. Daar vandaan hebben deze Danieten zich stelselmatig noordwaarts bewogen en uiteindelijk zijn ze aangekomen in de Dardanellen. Opvallend is de weg van Dan. We sporen hen op door de naam van hun stam, Dan. We vinden dan B.E., Donau, Dan, Ieper, Djepper, Jan Njester, Njester, Dan Wiene, Don, Donets. En dat zijn allemaal rivieren in het oosten van Europa. We komen Danzig tegen, Danmark, grensplaats van Dan, Denemarken, geven aanwijzingen. Overigens verlieten veel Denen Danmark. We komen later tegen als Normannen in Normandië. Niet iedereen van Dan is uit Palestina vertrokken, alleen die groep avonturiers. Een groot gedeelte is overgebleven. Die zijn later ook weer in ballingschap weggevoerd. Dus alleen een vertegenwoordigd deel van Dan is eerder vertrokken en hun sporen hebben wij hier genoemd. We zullen nu eens stilstaan bij de geschiedenis van Engeland en wat later bij Ierland. Ook hier spelen de Danieten een grote rol. In het jaar 1001 voor Christus zeilt Brutus van Troje zijn reis naar Brittannië. Zijn geschiedenis haarfijn opgeschreven. Brutus is de eerste Hebreeuwse Foniciër die voet aan wal zet in Albion, een wit eiland welke later bekend zal worden als Engeland. Wie was Brutus? Wij kijken eerst naar zijn naam. Brutus, in het Fenicisch bestaan er geen klinkers. Brutus zal gespeld worden op de volgende manier. Br, Bruts. En het betekent verbond. Ook in het Hebreeuws staat er br schuine streep ayin, is verbondsland. En Brutus betekent man van het verbond. Waar men ook goed op moet letten, is het volgende. Beerts kan ook geschreven worden als PRT, prt, omdat beide letters omgewisseld kunnen worden. Dit komt omdat de taalwetenschap pas in de afgelopen plusminus 300 jaar is verfijnd geworden. Daarvoor waren er geen duidelijke taalregels. Men schreef zoals men sprak. Brutus van Troje, waar komt hij vandaan? Bedenk, we hebben het nog steeds over de geschiedenis van voor de ballingschappen. Hij komt uit Juda, zijn stam. Want Juda heeft een buitenechtelijke verhouding gehad met een meisje met de naam Tamar. Zijn schoondochter, en uit deze verbintenis is een tweeling geboren, Serach en Peres. En de vroedvrouw gebruikte rood scharlakendraad om de eerstgeborene mee aan te duiden. Wie stak als eerste zijn hand naar buiten? Peres. En hij krijgt deze rode lint om zijn pols. Maar Serach werd als eerste geboren. We kunnen dat lezen in Genesis 38, de versen 27 tot en met 30. Toen het nu tijd was dat zij baren zou, was er een tweeling in haar schoot.
En toen zij baarde, stak er een zijn hand uit. En de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlaken draad en zeide, deze is het eerste gekomen. En toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broer en zeide, hoe krachtig zijt gij doorgebroken? En zij gaf hem de naam Peres. En daarna kwam zijn broer, aan wiens hand de scharlaken draad was, en benoemde hem Sirach. Dus volgens de wet is Peres als eerstgeborene aangewezen. En wat doet het woord? Hij laat de Zerach vallen en vertelt ons alleen de Pereslijn. Want daaruit, uiteindelijk, wordt David geboren. En Jezus, de Messias, is de Pereslijn vanuit Juda. Wat wordt er van Juda gezegd? Zij zal altijd de koninklijke scepter dragen. En de Israëlvolken van een vorstenhuis voorzien. Nu kijken we weer naar Zerach, die ook een groot volk zal worden, waaruit ook verschillende koningshuizen uit zullen voortkomen. Maar de koningslijn van Jezus komt uit Peres. Zerach had 4 zonen. Ethan, Heman, Kalkol, Darda. En Darda wordt door Josephus genoemd Darda Darnanius. Deze werd ook genoemd Darius, Darius. En hij werd de stichter van Troje in het jaar 1520 voor Christus. Dus voor Israëls exodus. Want deze vond plaats in 1486 voor Christus. En Darda uit de Zerachlijn heeft voor de exodus Troje gesticht. Wat wil ons dat zeggen? Dat die mensen in Egypte ook niet stil zijn gaan zitten. En uit hen zijn er ook heel wat die zijn gaan reizen. En zich elders gevestigd hebben. Uiteindelijk vinden wij koning Priam. En zijn zoon was Troes, Anias, en zijn kleinzoon was Brutus. Brutus, zijn achterkleinzoon, was Dardanus en woonde in Troje. Totdat Troje ten val kwam, moest Brutus met zijn vader en grootvader vluchten. En waar gingen zij heen? Naar hun familie in Italië, de Etrusken, waar zij zijn gaan wonen. Om het verhaal kort te houden, het volgende. Brutus schiet tijdens een jachtpartij per ongeluk iemand dood en moet dan vluchten. En waarheen vlucht hij? Terug naar Troje. En hij vindt zijn volk nog steeds onder druk door de Grieken. De koning van de Grieken was Vandarsus. Brutus was de man die Troje bevrijdt van een overheersing van de Grieken. Brutus verslaat koning Vandarsus, maar deze wordt niet gedood. En op voorwaarde dat hij het Trojaanse volk zal laten vertrekken, en eist Brutus 324 schepen vol met alles wat zijn volk nodig had om te overleven. Hij verlaat Troje en vaart dan later door de pilaren van Hercules, maar hij zet eerst voet in het Hebreeuwse deel van Spanje, waar hij Cornelia, een volksgenoot, ontmoet, die besluit om met zijn volk en met Brutus verder te trekken. En ze komen aan in Totnes, in het oosten van Engeland. Cornelia en zijn mensen staan later bekend als die van Cornwall. Toen Brutus daar aankwam, waren er al reeds mensen aanwezig. Ze waren dus niet de eerste. Hun geschiedschrijvers spreken van gevechten die ze daar geleverd hebben met reuzen. Die zijn voortgekomen uit de nalatenschap van Javan. En tegen deze Javanieten heeft Brutus gevochten. En heeft deze verslagen. En in de hoofdstad van de Javanieten sticht Brutus zijn hoofdstad, die later bekend zal worden als Londen. U ziet hoe de Danieten onder leiding van Brutus, de Trojaan, hun weg hebben gevonden tot in Engeland. En dit is erg interessant. We zien dat in de tijd van de Assyrische inval in Israël er een groep Danieten wegvluchten noordwaarts naar de eilanden, zoals Cyprus en andere eilanden. En daar vinden we een man die hen reeds verder wegvoerde, rechtstreeks naar Ierland. Deze Danieten komen in Ierland en treffen daar de Furians aan, een bloeddorstige groep van mensen, en dit volk komt uit het land van Farao. De geschiedschrijvers zijn het ermee eens dat deze Efraïmieten waren,
die ook voor de Exodus uit Egypte vertrokken waren en zich vestigden in Ierland. Nu hebben we mensen uit de stam Dan en uit Efraïm. En deze werden aangevuld met Judeërs die op hun beurt ook weer voor de Assyrische gevlucht waren, waar zij als eerste landen op Milite eilanden. Gadius, de Judeër, vertrekt met een groep van het eiland en gaat naar het noorden van Spanje, waar zij enige jaren verblijven. Maar later verder gaan zij naar Ierland, waar de drie stammen elkaar ontmoeten. Dit geschiedt in 600 voor Christus. Delen van Dan, Efraïm en Juda. Zij waren maar een vertegenwoordigd gedeelte. In het zuiden van Ierland woonde een gemengde gemeenschap van Gamieten en Jafititen. En dit is tot aan vandaag nog steeds zo. Dus de groepen in het zuiden van Ierland zijn onzuiver, maar die in het noorden levende groepen bestaan uit zuivere Israëlieten. Deze Noord-Ieren waren toen bekend als Kelten. De naam Kelten kan men terugvoeren naar Chaldeeën. En zo komen we weer terug bij de voorgeschiedenis van de Foeniciërs. Hier begint de Keltische geschiedenis in Europa. En komende uit Efraïm en Juda. De Keltische geschiedenis in een notendop. Ondanks het feit dat er verschillende historici zijn en waren die een geheel andere theorie opgebouwd hebben, is nog steeds de gangbare mening dat het oorspronkelijk gebied van de Kelten Midden-Duitsland en Oost-Frankrijk is. Een stelling die echter nooit bewezen is en gemakshalve maar door velen overgenomen wordt. Toch lijkt het me een zaak dat een volk als de Kelten net zo'n typisch en uniek cultuur maar zomaar uit het niets ergens in Europa ontstaan. In ieder geval is het voor het eerst sprake van Kelten in ongeveer 700 jaar voor Christus in Oostenrijk, met hun belangrijkste cultuurcentrum Hallstatt. Nou, dit plaatsje is het Sakkalmungut genoemd Hallstatt cultuur van 700 tot 500 voor Christus. Kenmerkt zich door twee belangrijke industrievormen: zoutmijnbouw in Hallstatt en ijzerverwerking. Verder leefde men in hoofdzakelijk van de akkerbouw en de veeteelt. Typisch voor deze periode zijn ook de tamelijke lange ijzeren zwaarden. Door bovengenoemde industrie ontwikkelt zich al spoedig een sociale differentiatie van de bevolking: boeren, ambachtslieden, mijnwerkers, handelaars, etc. Typisch is ook de dodencultus. De doden werden onder grafheuvels op een wagen bijgezet. De vorsten, graven zijn vaak uitgebreid met prachtige voorwerpen zoals de bekende vaas die gevonden is in Mont Lacfiche in Frankrijk. Het hoogtepunt van de Keltische expansie vond echter tijdens de late Tenne periode plaats. Deze Latennische cultuur genoemd, naar een belangrijke vindplaats in Zwitserland, was ongeveer 450 jaar na Christus tot het jaar 1 en heeft zich ontwikkeld uit de Hallstattcultuur. De latere Tene-periode wordt meestal onderverdeeld in drie tijdvakken: 1 450 tot 300 voor Christus, 300 tot 150 voor Christus en 150 begint van onze jaartelling. Typisch voor deze periode is de halsring en de torcus, die we ook zien als onze hals van de stervende Galileër. Tijdens de eerste periode, 450 tot 300 voor Christus, stonden de Kelten op het toppunt van hun macht. Hun gebied strekte zich van Ierland tot Klein-Azië uit. Verspreid Latijnse cultuur op. Men moet dit grote Keltische Rijk niet voorstellen als een hechte militaire eenheid. Het kan beter vergeleken worden met een soort stammenbond. Het enige wat hen samenbond was de religie en de taal. Slechts in tijden van gevaar was er enige militaire samenwerking. Beide culturen zijn culturen uit de ijzertijd. Als de klassieke schrijvers, vooral Caesar, Tacitus en Plinius, de ouderen over de Kelten gaan schrijven, zijn de Kelten lang niet meer op het toppunt van
van hun macht. Vanaf de 5e eeuw voor Christus doen de Germanen zich gelden in Midden-Europa en de Kelten in Zuid-Duitsland worden verdreven naar het Iberische Schiereiland. Hier vermengen ze zich met de Iberiërs tot de Celtiberiërs. In de 5e en 4e eeuw begonnen ook de Keltische invallen in Italië, waarbij ze in 390 voor Christus het Capitool in Rome veroverden. Na betaling van losgeld door de Romeinen trokken de Kelten zich terug. Ze werden teruggedreven tot de Po-vlakte, waar ze zich vestigden, in Galila en Cisalpina. Andere Keltische stammen hadden zich ten oosten van de Adriatische Zee gevestigd, waaruit ze verder naar de Balkan trokken en een verbond sloten met Alexander de Grote. Vandaar trokken ze naar Klein-Azië, waar ze het Rijk der Galaten stichtten, 3e eeuw voor Christus. Hun afstammelingen zijn bekend door de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, plus minus 50 na Christus. Ook Rome en Carthago gingen druk uitoefenen op de Kelten. Na 200 voor Christus deden de Romeinen zich al gelden in Zuidoost-Frankrijk en in die tijd onderwierp Hannibal Spanje. Een van de laatste stuiptrekkingen van het grote Keltische Rijk was de Bello Gallico 58 tot 50 voor Christus, waarin Caesar tenslotte geheel Galicië en Brittannië behalve Schotland veroverde. Ierland werd niet geromaniseerd en bleef de Keltische cultuur, daar bleef ook het Keltische natuur het langst bewaard. Nu komen we bij de ballingschaptijdperk. Belangrijk. Belangrijk om te weten is, miljoenen Israëlieten verlaten hun land voor de ballingschappen als gevolg van de bevolkingsaanwas in het te kleine Palestina. En later vluchten ze zij voor de Assyriërs en Babylon. Maar het is ook zo dat het natuurlijk gebeuren van een volk, het fysieke gebeurtenis, is het gevolg van de geestelijke afstand doen van God. Want geestelijk verval van Israël wekt volken en naties tegen Israël op, om zijn volk tot de orde te roepen. Ook ons volk staat momenteel onder zo'n straf. Dat is te zien aan de overstroming van vreemdelingen. Zo heeft God de tijd Tilach-Pileser van de Assyriërs en daarna de Salmanassers en de Sanherib van Babylon, twee grote rijken opgeroepen als instrumenten in zijn hand om Israël tot de orde te roepen. Tiglath-Pileser begon in 745 voor Christus met de inname van Palestina en het wegvoeren van het tienstammenrijk naar Assyrië. Dit proces is later voortgezet door Salmanasser en door Sargon II, zodat het gehele noordelijke rijk uit Palestina verwijderd was. Waar werden zij heen gebracht? We lezen 2 Koningen 17 vers 6. In het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assur Samaria in. Hij voerde Israël in ballingschap naar Assur en deed hem wonen in Galach aan de Gabor, de rivier van Gozan en in de steden der Meden. Hoe werden zij genoemd naar hun wegvoering? Niet onder de naam Israël, maar onder de naam van Israëls goddeloze koning Omri. Bet Omri, Bet Humira, Bet Komri, dat is het huis van Omri. De naam Israël heeft opgehouden te bestaan voor het volk der 10 stammen. Het is geworden tot Lo Ami, niet meer mijn volk, zoals we dat kunnen lezen in Hosea 1 vers 9. In de dagen waarin Israël nog in Palestina woonde, droeg het reeds verschillende namen. Het was onder meer bekend onder de naam Huis van Isaac, dat kunnen we lezen in Amos 7 vers 16, en Huis van Omri. Isaac was de naam voor de geboorte van Isaac gegeven als naam van de nakomelingschap, waarin het verbond zou worden bevestigd. Omri was Israëls koning die de inzettingen van Omri in de plaats stelden van de wetten van Mozes. Micha 6 vers 16. Omri was de stichter van Samaria,
de hoofdstad van het noordelijke koninkrijk Israël der tien stammen, het huis Israël. Van groot belang is het volgende. Hoewel Israël zwaar gezondigd heeft en daarom is weggevoerd, is er aan hun genen niets veranderd. En ook Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob wordt door God niet getornd. Want ook tijdens hun ballingschappen hebben zij zich, waar zij terechtkwamen, ook weer opgewekt als leidersvolk en een stempel op die samenleving gedrukt. Want dat zit in hun goddelijke genen. Ze zijn de verbannen Israëlieten niet lang in Medië. Ze spannen samen met de Babyloniërs tegen hun gezamenlijke overheerser, de Assyriërs. En het lukt hen beiden om dit rijk omver te werpen. Ze verwoesten Nineveh en dan komt er een prachtig gedeelte. God wekt volken op om zijn volk tot de orde te roepen, maar dan gebruikt God weer zijn volk als een oorlogshamer om dat volk weer te verslaan. Het boek Daniël geeft daar een mooie opsomming van in het beeld dat dan Daniël getoond wordt. We mogen wel even in herinnering brengen hoe Nebukadnezar, koning van Babylon, in een droom een groot beeld zag dat door de profeet Daniël in hoofdstuk 2 wordt beschreven. Als hebbende een hoofd van goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en dijen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. En verder lezen wij in Daniël 2 dat er zonder mensenhanden een steen werd afgehouden die dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem sloeg en het beeld vermaalde. De door Daniël aan Nebukadnezar gegeven uitlegging geeft aan dat de Nebukadnezar koning van het Babylonische Rijk dat gouden hoofd is. Na hem zullen er achtereenvolgens drie rijken komen en ten onder gaan. Men is het in het algemeen over eens dat het Tweede Rijk het Medo-Persische Rijk en het Derde Rijk het Griekse Macedonische Rijk is, terwijl de historie aanwijst dat het Vierde Rijk het Romeinse Rijk is bedoeld. Met het beeld van deze droom wordt aangetoond hoe dit zal uitgevoerd worden door vier rijken. Tot de tijd van het einde van de wereldheerschappij, alle berusten op het Babylonisch systeem van wetten die gegrond zijn op geweld. Maar dan zegt Daniëls uitlegging verder in Daniël 2 vers 44. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dit koninkrijk is onder meer de zonder mensenhanden afgehouwen steen. Het stenen koninkrijk, het vijfde koninkrijk Israëls. God heeft zijn strijdhamer Israël al lang in gebruik gehad, zoals we later zullen zien. In de omgeving van het Pamirplateau vinden wij de Skieten. Die waren oorspronkelijk afkomstig uit verschillende rassen. Zoals de Tyrannische rassen, Mongoolse rassen, Javititische rassen en Gamititische rassen. Zij met elkander vormden het Skitische ras volk. En behoorlijk door elkaar gemengde menigte. Zij domineerden dit gebied. Toen de leden van het huis van Isaac die achtergebleven waren en later nadat de andere stammen op weg waren, kwamen zij naar het Pamirplateau. Daar mengden zij zich daaronder de Skieten. Weer zien wij dat zij het leiderschap overnemen en die volken als slaven worden gebruikt. Later worden de verloren stammen onder de Skieten gerangschikt. Hier volgt een aanhaling van de bekende geschiedschrijver Herodius. Die spreekt van de tijd waarin Ezra de tocht naar Azeret maakt. De Skieten trokken op van voorbij de Eufraat over de Amerische rivier de Arex. Het verhaal van Herodotus over de migratie is derhalve identiek aan wat van Ezra en de Benistom-inscripties noemt het. In de Persische
en Syzische vorm Israël. Zoals wij reeds hebben gehoord, de Skieten, hoewel met Skieten niet uitsluitend Israël is bedoeld, zal deze naam, die is gegeven aan verschillende volkeren in West-Azië en Oost-Europa, is op de rots van Belisdom ongetwijfeld Israël bedoeld. Daarin staat het ook uitgehouden. Herodotus zegt verder dat de Skieten dus Israël, na over de Arex te zijn getrokken, in Zuid-Rusland aankwamen, dat naar hen Skieten werd genoemd. Deze opmars moest leiden door de passen van de Caucasus en een deel stak over naar het schiereiland de Krim, waar zij lange tijd verbleven en een naam aan het schiereiland gaven. Zij werden bekend onder de naam Cumeri, zie Omri. De oude Griekse en Latijnse schrijvers aangeduid als Cumroi, Cumri, Cumrei, Cumeri, Cambri en andere varianten vandaar de Cimmerische Zee, een oude naam van de Zwarte Zee en de Krim. Herodotus zegt dus van hen dat de Cimmeri of Cumri, die in zijn dagen op de Cimmerische schiereilanden waren gekomen van Medium, doch van het laatste land niet, wat hun laatste land niet hun geboorteland was. De naam Skieten kan terugvertaald worden als de gevangenen van Isaac of de ontsnapten van Isaac. Dus in het kielzog van Israël trokken vreemden mee, deels om te werken, deels om bescherming, vandaar de verzamelnaam Skieten. Later kwamen zij in Klein-Azië, waar de Danieten verbleven, na eerst nog oorlog gevoerd te hebben met de oorspronkelijke bevolking. De naam Parthen. De naam Parthen is belangrijk. Het is zoals bij de Brits is, wat het verbond betekent. En bij de naam Parthen kan men hetzelfde toepassen. Het kan luiden als mensen van het verbond. Na de Mediërs, dit zijn die mensen die de opstand in Assyrië begonnen en hen heeft overwonnen. De Parthen trekken onmiddellijk op tegen de Perzen. Weer wordt Gods volk als strijdhamer gebruikt om de vijand van Israël te vernietigen. 301 voor Christus vernietigen de Parthen het Perzische Rijk. Daarna trekken zij noordoostwaarts tot achter Aarol, waar zij de Massagaten stichten. Hun naam betekent roemrijke zwervers. Hier komen we weer bij die zwerversgedachten. Massageten, of ook wel Gitea genoemd, vestigden zich in de Aarolgebied. Hun embleem of wapenschild was een stier. En Ephraim had dit als wapen. Dus hoofdstam der Massageten werd gevormd door Ephraimieten. Stier in het Hebreeuws betekent ook engel of eenhoorn. Zij komen via Rusland en dwars door Europa in Engeland terecht en staan dan bekend als de Angelen, oftewel Engelen. Ze hebben ook bekend gestaan als Sagese, een andere naam die weer is afgeleid is Teutonen. De Saksers en de Goten behoren tot dezelfde familie. Deze zijn afstammelingen van het huis van Isaac. Nu hebben we ze allemaal bij elkaar. Eerst de Skieten, Sage, die zich later als Goten vestigden, en de weggedreven Cimmerians die weer als Kelten bekend staan. Maar vlak voor de aankomst van de Angelen gebeurt er iets wonderlijks. Een groep Judeërs uit Babylon zijn ook bevrijd en zijn als een kleine groep teruggekeerd naar Palestina. Voor de geschiedschrijvers uit die tijd waren zij de laatst geplaatste van Juda die teruggekeerd zijn. Ze hebben zich later sterk verbasterd met de Edomieten, waaruit het moderne Jodendom is voortgekomen. Dus onder Juda zijn Edomieten, Amalek, Joden gekomen. Dus de aartsvijand van Juda en Israël. En deze beweren dat zij dus recht hebben op het land Palestina heden ten dagen. Daar later meer over. Wij gaan terug naar de Teutonen en Kelten. We gaan weer terug naar de plaats waar we het volk Israël
als hoofdmoot achterlieten, namelijk de Caucasus. De Caucasuspas genoemd. Een pas tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. Daar staat de wieg van onze Europese naties. De naar het westen trekkende Israëlieten duiken dan in de geschiedenis op als het Arische of Indo-Europese ras. Op deze Indo-Europese stam groeiden twee takken, de Kelten en de Teutonen. De Kelten waren de eerste die zich afscheidden om zich een eigen rijk te grondvesten. Zij bezetten Zuidoost-Europa van Noord-Spanje tot de rivier de Rijn en over het kanaal tot de Britse eilanden. De Teutoonse, oftewel de Germaanse tak, zo ook door de Kelten genoemd, trok niet direct naar Centraal-Europa, maar naar wat wij nu kennen als de Scandinavische landen. Hoe lang zij daar gebleven zijn, weten wij niet. In ieder geval splitste deze Teutoonse tak zich weer. Een klein deel bleef in Scandinavië en een groot deel begon zijn lange trektocht naar Centraal-Europa, waar zij in de 4e eeuw voor Christus verscheen. Nadat zij hun broeders de Kelten naar zuid- en westwaarts hadden verdreven, bleven zij daar eigenlijk wonen en vertakten zich daar in de volkeren zoals wij die nu kennen. Duitsland werd het hart en de spil van Europa. De andere Teutoonse volkeren leefden daaromheen, onder meer in delen van Hongarije, Italië, Spanje, Frankrijk, Zwitserland, België, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en de Britse eilanden. Miljoenen Duitsers leven in Oost-Europa, waarvan velen in Rusland. Hun voorouders trokken een eeuw geleden daarheen. Ook mogen wij de USA, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika niet vergeten. Al deze volken behoren tot het Teutoonse Keltische ras. De talen die deze volken spreken hebben dezelfde grammaticale structuur en een groot aantal woorden is afgeleid van hetzelfde stamwoord. Een duidelijk verschil met de buiten-Europese talen. De op deze wijze geïdentificeerde volken hebben de belangrijkste rol gespeeld in heel het menselijke geschiedenis. Nu kijken we naar Engeland en Duitsland. Er zullen nu twee volken in Europa die voor enige jaren bovenaan de lijst stonden, Engeland en Duitsland, eens nader bekijken. Engeland is in werkelijkheid Efraïm en daarmee het hoofd van het moderne Israël en zijn volken. Duitsland is in werkelijkheid een gedeelte van Juda en daarmee het hoofd van de moderne Juda en zijn volken. Deze broeders zijn sinds de scheiding onder koning Rehabeam in 992 voor Christus, dat kunnen we vinden in Zacharia 11 vers 14, vijanden geweest. Aan het einde van deze tijd zullen zij zich weer herinneren en wordt het weer één koninkrijk. Want Ezechiël 37 vers 22 zegt, ze zullen niet meer twee naties zijn. En dat proces is nu aan de gang. Gedurende het oprukken van de Germanen uit de Scandinavische landen werden de Kelten die Zuidwest-Europa bewoonden teruggedrongen tot op het Engelse eiland, waar volgens de Keltische Brit ontstond. Tot 55 voor Christus had men weinig over en van deze mensen gehoord. Maar na de invasie van de Romeinen werden ze pas bekend en onder hun bezetting hadden ze meer dan 3 eeuwen vrede. Landbouw, handel en industrie bloeiden op. In 410 na Christus vielen de Germanen binnen, waarop de Romeinen uit Brittannië werden teruggeroepen. Achtergelaten door hun beschermheren werden de inheemse Kelten, Britten al gauw een begeerde prooi voor de Pietsen en Schotten, die een ander deel van het eiland bewoonden. In hun nood riepen de ongelukkige Britten hun verwanten, de Teutonen, te hulp. In 446 na Christus. Met als resultaat dat de Angelen en Saksen het land overstroomden en innamen. Door deze bezetting werd de infrastructuur van Engeland totaal veranderd. De Teutonen en Kelten smolten samen als een leeuw
die een lam opgegeten heeft. Angelen en Saksen bleven de nieuwe meesters die hen hun taal en gewoonte bijbrachten. Deze grote Teutoonse invasie begon met de komst van de Jutten. Zij bezetten onder hun leider Hengest en Horsen het gebied om het huidige Kent in Zuidoost-Engeland. Enkele jaren later, in 495 na Christus, volgt Siderik met zijn Saksen. Kort daarop namen de Angelen alles in wat de Saksen zich nog niet hadden toegeëigend. De Angelen besloten hun land hun naam te geven. Angelenland, wat verbasterd nog steeds zo is. De Saksen zorgden voor een geslacht van koningen van Siderich tot de huidige koningin Elisabeth toe. Uit deze goede vermenging van Kelten en Teutonen komt die bijzondere eigenschap waarop de Engelsen zo trots zijn. Daarbij weten velen niet dat hun voorouders voor een groot deel uit Teutonen en Germanen bestaat. Het zuivere Keltische Brittannië werd onder 700 jaar heerschappij van de Saksen begraven. Later kwamen de Noormannen of Vikingen nog binnen die op hun beurt de Britse eilanden inburgerden en hun deel aan de Britse eigenschappen toevoegden. Enige bijzonderheden van het Angelsaksische ras zoals in de geschiedenis vermeld. Zij waren goed uitziende, baardige en krachtige gestalten. Gezonde, blozende personen, blond van haar met blauwe ogen. In hun borst sloeg een barbaars, wild hart, wat in wezen liefdevol en trouw was. Ofschoon heldhaftige heidenen met weinig begrip voor hun cultuur, tonen de Angelsaksen een groot verlangen naar een onzichtbare, religieuze wereld. Hun godsdienst ging gemakkelijk over in de christelijke godsdienst. Het huwelijk was heilig, vrouwen werden hoog in ere gehouden. De leden van een familie waren verantwoordelijk voor elkaars daden. Het plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel was sterk en bindend. Een groot rechtsgevoel en een absolute weerstand tegen inbreuk op de persoonlijke vrijheid waren de karaktertrekken van de Angelsaksen. Deze eigenschappen hebben al ongeveer 1500 jaar een stempel gezet op de geschiedenis van Engeland. En al meer dan 300 jaar op die van Amerika. Maar wat gebeurt er met het grootste gedeelte van de stam van Juda toen zij uit Babel terugkeerden? Ook zij gingen de 10 stammen achterna op hun trek naar het westen en vestigden zich in het gebied van Noord-Denemarken en Duitsland, waar ze later bekend gestaan hebben als mensen van Jotti of Jutland, Juda. En nu komen we bij onze hedendaagse geschiedenis terug. Uiteindelijk hebben de Saksers en Angelen moeten samenwerken. Ze hebben zeker eerst geweldig getwist en onderlinge oorlogen gevoerd die hen deed verspreiden over Noord-Europa en ten westen van de Elbe om elkaar te ontmoeten. Maar onder geweldige bedreiging van het Romeinse Rijk werden deze volken noodgedwongen samen te werken onder aanvoering van Herman de Sakser. In Detmold in Westfalen in het jaar 9 na Christus, waar een geweldige slag plaatsvond. Zij verslaan het machtige Romeinse Rijk. Daar staat nu een groot monument. In 500 jaar na Christus vindt daar een inval plaats van het vasteland van Europa naar Engeland door de Jutten, Angelen en de Saksen gezamenlijk in 500 na Christus. Dit is de grootste aanval op Brittannië. Ze annexeren uiteindelijk het gehele oostelijke gedeelte van Brittannië. Dan krijgt Engeland zijn Angelsaksische en Keltische element toegevoegd. Nu zien we hoeveel volkeren stammen erna bij elkaar komen. Als Israëls stammen daar nu vertegenwoordigt, dit komt overeen met de beloften aan Jozef en zijn zonen. Wat er gebeurde er nou met Benjamin? Ze waren voor de ballingschap al gevlucht naar Cappadocië, waar zij weer in het jaar 300 na Christus met een grote vloot schepen op weg vonden naar Spanje, Engeland. En ze komen dan uit in Noorwegen, waar zij later als Vikingen bekend gestaan hebben. Hun embleem is de wolf en de Vikingen droegen dit ook als wapen.
Een van hun grote daden was ongeveer 700 jaar na Christus onder leiding van Rolf, waar zij naar de Franse kust vaarden en ze hebben daar de Normandische koloniën gesticht. Uiteindelijk zien we dat de Benjaminieten ook Brittannië binnentrekken. En dit was voor de laatste keer dat enig ander volk het voor elkaar kreeg om Brittannië binnen te vallen en te veroveren. Ook in de Tweede Wereldoorlog, met een geweldige overmacht, is het niet gelukt. Want God heeft de deur achter zijn volk gesloten. Historische gegevens. Nu krijgen wij te zien hoe die droom van Nebukadnezar over het beeld werkelijkheid is geworden. Het Babylonische wereldrijk, het gouden hoofd van het beeld, het eerste rijk uit Dania is gevallen. Cyrus, de machtige heerser, en daarna verrezen Medi en Perzië, het Persische Rijk, het tweede rijk uit Daniël, vond zijn ondergang en dood door de zonder mensenhanden afgehouwen steen, die het hoofd der wereldrijken zou vermalen. Het vijfde koninkrijk Israël. Syrië namelijk viel binnen bij de Massageten in zijn veldtocht tegen hen. En nu komen we één der namen tegen waaronder de 10 stammen, zoals u reeds heeft gehoord, bekend zijn geworden. Omstreeks 515 voor Christus werd Darius van Perzië met zijn leger slechts door een overhaaste vlucht voor de ondergang behoed in zijn strijd tegen de Skieten aan de Donau. Aan het einde van het Persische Rijk in 330 voor Christus viel Alexander de Grote van het Griekse Macedonische Rijk, het derde rijk van Nebukadnezars beeld, het land der Skieten binnen aan de Jarsartus, ten oosten van de Kaspische Zee. Maar hij moest zijn pogingen opgeven. We zullen getuigen zijn van Israëls strijd tegen het vierde rijk uit Daniël, het Romeinse Rijk. Laten we hier eens even de opmars onderbreken met de volgende. Omstreeks 360 jaar na het einde van het Persische Rijk gaf Jezus aan zijn apostelen een aanwijzing waar het verborgen Israël, de 10 stammen, zich toenmaals bevonden. Nadat Jezus als Messias door de leiders der Joden was verworpen, gaf hij de apostelen namelijk een opdracht. In Matthäus 10, vers 5, vers 6 lezen wij: en gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Opgemerkt wordt dat volgens de vertaling van Brouwer en de Lutherse vertaling het slot van Johannes 7, vers 35 gelezen moet worden: zal hij tot de verstrooide onder de Grieken gaan? Ook in Petrus 1 en 2 vers 9 blijkt dat men met vreemdelingen en verstrooide Israël wordt bedoeld. Wat wil dit zeggen? 7 eeuwen na de ondergang en de verwerping van het huis Israël wisten dus de apostelen dat dit Israël in hun dagen niet verloren was, en toen woonde in Azië en om de Zwarte Zee, namelijk in Pontië, Galatië, Cappadocië en Brittany. Zo uit het opschrift van 1 Petrus 1 vers 1. Voor het overige gedeelte van het eeuwenlange marsweg van het huis van Israël door Europa moeten wij nu teruggaan tot omstreeks een eeuw voor Christus geboorte. En dan zijn wij aangeland bij Israëls strijd tegen het Romeinse Rijk. Over de gehele breedte van Europa zijn groepen van Israël in opmars naar de westen. De Kimbri zijn op het ogenblik met vers gevorderd en komen in contact met Daniëls vierde wereldrijk Rome. Zij hebben de Krim verlaten bij de nadering van de Keting. Zij vertoefden waarschijnlijk tot 114 voor Christus aan de Donau, nou vermoedelijk reeds tot in meer noordelijke streken door gronden te zijn doorgedrongen. Tot in de oostelijke Alpen bij Noria. In Stierenmarken kwamen de eerste botsingen tussen Kimbri, Israël en Romeins leger onder consul Carbo. Dit eerste treffen tussen het vierde en het vijfde rijk uit Daniël en uiteindelijk met de volkomen nederlaag van de Romeinse legerscharen. Na een reeks gevechten in Zwitserland, Galilea en Noordoost-Spanje volgt de grote overwinning van Kimbri aan de Ronne, de slag bij Arossonie, het tegenwoordige Oranje. Het ongeveer 80.000 man tellende leger van Julius Silanius werd hier nagenoeg vernietigd. Dat was in 105 voor Christus. Dan verzamelt Rome al zijn krachten
Het lukte veldheer Marinius in samenwerking met Lutianus Galitius eindelijk de Cimbri te verslaan op de Raudicische velden bij Felicië. 30 juli 101 voor Christus. Het overige blijfsel steekt de Donau over en bereikte langs de Elbe Denemarken, Danmark, en eeuw later worden zij aangetroffen in Jutland. Omstreeks deze tijd overschreden de Geten, is Israël, de Donau en dreven de Romeinse troepen in de richting van de Balkan. Keizer Trajanus brak hier tenslotte met deze legioenen de tegenstand. In 106 AD verdwijnt de naam Geten, eens een schrik voor Perzië, Griekenland en Rome, uit de historie. Maar het volk van die naam verdwijnt slechts voor het oog. Teruggetrokken naar het noorden reorganiseert het zijn macht en verschijnt opnieuw als bedreiging van Rome omstreeks 200 AD en ditmaal onder de naam Goten. We kijken eens naar de geschiedenis van de Goten. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus, circa 55 tot 119 AD, vermeldt deze naam het eerst. Waren de Goten inderdaad de Geten? De Griekse aardrijkskundige Stabro, Prometheus en de Romeinse geleerde Flinius, alle levende van circa 60 voor Christus, eerste helft, tweede eeuw, vereenzelvigen alle de Geten met de Goten. Jordanus, de gotische geschiedschrijver, spreekt van Goten, Geaten, Skieten als hetzelfde volk. Pinkston noemt 11 Latijnse schrijvers die alle verklaren dat de Geten Goten werden genoemd. Met deze gegevens is voldoende aangetoond dat onder Goten Israël moet worden verstaan. Een bevestiging daarvan zult u vernemen door een aanhaling uit de geschiedenis der Goten van de geschiedkundige Jordanus. De Goten verschenen omstreeks het jaar 250 AD in de streek van Starbo, Ptolemeus, Plinius, Dionysius en alle schrijvers der eerste eeuw. De Geten hadden genoemd. Tarsius deelt mee dat zij reeds bij de aanvang onze jaartelling zich aan de mond van de Wiesel hadden gevestigd. Hun gebied strekt zich uit tot de Zwarte Zee. Hun geschiedenis is haast een doorlopende strijd met Rome. In 251 AD versloegen zij keizer Decius, die daarbij werd gedood. Hun vloten verwoestten de kusten van Klein-Azië en Griekenland. Zij verbrandden de beroemde tempel van Diana te Efese, een van de wonderen van de oudheid, en legt Athene in de as. Ten slotte zegevierde echter Rome in 269 in de slag bij Nassius, het latere Nice in Joegoslavië. Een periode van rust en vrede met Rome van een eeuw brak daarna aan. Het was in de vierde eeuw dat de gotische bisschop Ufica, die leefde van 311 tot 383, de Bijbel in het gotisch vertaalde. Van deze Bijbel zijn gedeelten bewaard gebleven. Het zijn vrijwel de oudste geschriften die men in de gotische taal bezit. 40 jaar werkte Ulfila onder hen en wist hen tot het christendom te bekeren. In 335 AD werd het Romeinse Rijk verdeeld in het Oost- en Westelijke Romeinse Rijk. Oftewel de benen van het beeld van Nebukadnezar met als hoofdsteden Constantinopel en Rome. 15 jaar later, in het jaar 410, valt Rome in handen van de Westgoten en de stad wordt in as gelegd. Deze Westgoten stichten daarna een rijk in Spanje en in Galië. Nogmaals zou echter het IJzeren Rijk Daniels Vierde Rijk moeten buigen voor de Goten. In 489 namelijk trokken de Oostgoten over de Alpen en aanvoerder Theodoric was alleen heerser in Italië. Na vele verschrikkingen over de heerschappij viel Rome nogmaals in handen van de Goten, maar dan nadert ook het einde. De marsweg van het huis Israël mag leiden ook door Rome. Het einddoel ligt ergens anders. Het bijna 80-jarige Narses als laatste hoop van het hoofdgesteld van het Romeinse leger verslaat in 522 het leger der Goten op de helling van Vesuvius. Maar zo desperaat is de slag gevoerd dat Narses vrije aftocht naar het noorden toestaat.
In het jaar van 553 verlaten de goten Italië, reeds enige jaren tevoren in 540 scheen hun einde van hun macht gekomen toen de veldheer Belisarius door verraad Ravenna binnentrok. De zo even genoemde gotische historicus Jordanus eindigt zijn geschiedenis der goten met de gebeurtenis van het jaar 540 AD. Zijn laatste woorden zijn zeer merkwaardig en veelbetekenend. Namelijk, en zo kwam een zeer vermaard volk en oud rijk tot zijn einde in het jaar 2030 jaar van het bestaan. Verstrooid door Justinianus en zijn getrouwe consul Bilarius. Wat wil dat zeggen? Wanneer we het jaar 540, het jaar 2030, het jaar van het bestaan van een volk der goten, dan ontstond dit volk in 1491 voor Christus. De ingenieur Davison geeft 1486, dat is een Bijbelse chronologie van aartsbisschop Usser, het jaar van de Exodus van Israël. Het jaar waarin de 12 stammen van Israël bij de Sinaï tot de natie, tot mijn volk werden. Hier hebben wij dus in een andere vorm een betrouwbare en een nieuwe aanwijzing van de historicus dat de Skieten en de Sakka, de Cumeris en de Kimri, de variant van Cumri en Kimri, de Massageten, de Angli en de Bretti en de Goten allen met elkaar vereenzeld moeten worden. En dat zij het volk Israël zijn. De waarschijnlijkheid is het grootste dat de Goten zich aan de nederlaag in Italië door de minst dichtbevolkte streken in noordelijke richting een weg hebben gebaand en zich hebben verenigd in het zuiden van de Scandinavische rijken met onder andere de groepen die zich door de meer in de oostelijke gebieden van het latere Duitse Rijk naar die landen hadden begeven. In de twee eeuwen welke nu volgen zwijgt de historie over wat zich in die periode in de noordelijke streken van Europa heeft afgespeeld. Eerst omstreeks 750 vernemen wij de eerste ballade waarmee de eerste zwakke lichtstralen der historie de duisternis van het noorden beginnen te dringen, door te dringen. In deze ballade is meermalen sprake van de goten als huurtroepen in de verwarde gebeurtenissen van die tijd. Dan dooft de naam van de goten uit, maar op de plaats waar deze het laatst is gehoord betreedt het nieuw volk het toneel van Europa. Op de golven van de Noordzee verschijnt een vloot van drakenschepen. De Moormannen, de Noormannen zijn op weg naar IJsland, de Britse eilanden, Holland, Portugal, Frankrijk, Italië, Rusland en Constantinopel. De Slavische volken. Het nageslacht van Gomer, Mesach en Tubal vormen voor een groot gedeelte het Slavische volk zoals Polen, Estland, Litouwen en de rest van Oost-Europese volken. Zo onder meer Roemenië, Bulgarije, Montenegro, Sardinië, Corsica en zeker de landen waarin de afgelopen jaren zo'n geweldig conflict heeft afgespeeld en nog steeds bezig is. En waar wij als Nederlandse volk bij betrokken zijn geweest. We vinden dan nog de Serven, de Kroaten en noem de andere volken en partijen maar op in dat gebied. Zij vallen allemaal onder de Javetieten. Daarom is daar nooit echt vrede geweest en wordt het als een kruidvat gezien door West-Europa. Ook een zeer groot deel van Oost-Duitsland bestaat uit Javetieten. Tot slot van deze lezing. We moeten goed opletten dat we niet allen blanken zien als Israëlieten. Want Spanje is voor een groot deel Javetitisch en Gamitisch met latere toevoeging van Moorsbloed, waardoor Spanje sterk verbasterd is. Zo ook Portugal. Het zuivere gedeelte van Israël vindt men momenteel in het noordwesten van Europa, welke nu zo overspoeld worden door allerhande volken uit de gehele wereld, waarvan het Satans doel is om Israël en haar naam uit te wissen. Hij is al eeuwenlang bezig om de natieën op te drijven tegen Israël. Psalm 83 vers 1 tot en met 8. O God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listig aanslag tegen hun volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer worden gedacht. Want ze hebben eensgezind beraadslaagd tegen u en een verbond gesloten. De tenten van Emon, Edom, de Ismaëlieten, Moab en de Hargrieten, Gebal, Amon, Amalek, Filistia,
met de inwoners van Tyrus. Uit wat we tot nu toe hebben behandeld, kunnen we het volgende afleiden. Dat de totale geschiedenis ten spijte van Israëls zonde, zij een zuiver Israëls zaadlijn behouden heeft. Ondanks Satans zeer vele pogingen om Gods zaad te verbasteren, waarin hij niet is geslaagd. Want God heeft zijn eeuwig uitverkoren zaad door de eeuwen heen doorgedragen. En zijn Zoon, onze Heer Jezus, de gezalfde koning van Israël, heeft zijn leven gegeven om dit volk, dat is voortgesproten uit Adam, Sem, Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft hen vrijgekocht en verplaatst onder het nieuwe verbond, welke straks in volle ontplooiing zal reizen voor het aangezicht van alle volken. En bedenk dat wij als Nederlands volk zijn voortgekomen uit dat verloste volk Israël. Hiermee kunnen wij concluderen dat wij nu in grote trekken weten waar wij vandaan komen. En waar wij als volk uiteindelijk naar op weg zijn. Naar Gods eeuwig koninkrijk. Daarom kunnen wij onomwonden zeggen dat zij zijn voortgekomen uit een goddelijk geslacht. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Mogen de Heere, de God van Israël, ons zegenen. In de naam van zijn geliefde Zoon, onze Heere Jezus Christus, onze Koning. Amen.